Goedenavond mensen thuis en welkom bij weer een editie in Nieuw Metropolis Zuidoost, waarin we inzoomen op de ontwikkeling in Amsterdam Zuidoost. En dit keer landen wij in het Amstel 3 gebied. Het gebied daarbij tussen de Johan Cruijff Arena en de IKEA, waar zoveel gebouwd gaat worden en waar een heel gebied van een monofunctie getransformeerd gaat worden naar wonen, werken en alles door elkaar. En daar moet je toch wat mensen bij uitnodigen die je daar informatie over kunnen verschaffen. Vanuit allerlei lagen en activiteiten. Dus vandaag hebben we een paar hele leuke mensen aan tafel. In ieder geval 3 in de studio en misschien komt er nog een 4e aan. Daar zijn we nu mee bezig. Ik hoop van wel. Want the more, the merrier. Helaas niet met publiek in de zaal, maar wel jullie thuis. En niet alleen maar om mee te luisteren, maar zeker ook om mee te praten. En maak er alsjeblieft gebruik van. Je kan de Mentimeter-code vinden. Je komt nu in beeld. Daarbij kan je je vragen stellen. Die komen bij mij in mijn iPad. En die zorg ik ervoor dat ik die tussen alles door voorrang geef om aan bod te komen en om beantwoord te worden door een van mijn tafelgasten. Laten we gelijk beginnen, want ik heb er zin in. Wie hebben we allemaal aan tafel? Ik zal even kijken. We beginnen aan mijn rechterhand. Hoi, ik ben Robert Sigaar. Ik ben directeur Asset Management bij Certitudo Capital. Een ontwikkelaar in Amsterdam Zuidoost. Oké, dankjewel. Simon van Dommelen, directeur, oprichter van Stichting Leegstand Oplossen Amsterdam, oftewel LOLA. Wij doen tijdelijke maatschappelijke leegstandsbeheer, ook in het Amsterdam 3-gebied, maar ook op andere plekken in de stad en omstreken. Oké, en voorlopig even last but not least, the lady. Saskia Riel. Strategisch kwartiermaker Amstel 3. En misschien is het goed als ik dat even uitleg. Graag. De term kwartiermaker komt eigenlijk uit het leger. Hè. Je gaat als kwartiermaker vooruit en slaat het kamp op en gaat kijken of het veilig is, alles in orde is. En vervolgens kan de rest van de groep komen. Dat is eigenlijk de rol die ik heb voor Amstel 3. Maar hier staat. Voor heel Amstel 3, dat is wat ambitieus. Waar ik me vooral mee bezighoud is met de voorzieningen in Amstel 3. En voorzieningen heb ik dan vooral over maatschappelijke voorzieningen, zoals een kinderdagverblijf, een buurthuis, een kerk, maar ook winkels, horeca, noem het maar op eigenlijk, apotheken. Wat je nodig hebt in een wijk om goed te kunnen functioneren. Om het leefbaar te maken. Om het leefbaar te maken, aantrekkelijk te maken, ja. Oké, we duiken er gelijk in. Robert, ik begin bij jou. We hebben het de hele tijd over Amstel 3, Hondsrugpark. Waar ligt überhaupt het Hondsrugpark? Laten we daarmee beginnen. Dat is een hele goede vraag om mee af te trappen, Angelo. Het Hondsrugpark ligt tussen, eigenlijk grofweg gezegd, de IKEA en het centrumgebied van rondom de arena. Onze centrale as. En dat is voorlopig nog geen park. Maar het wordt het wel. Maar het wordt het wel. Zeker. Dus op dit moment kunnen mensen het kennen van. Ja, eigenlijk ja, het is de doorgaande weg tussen de arena en de IKEA. Tussen de bestaande kantoorgebouwen die plaats gaan maken voor een multifunctionele wijk. Oké. En er wordt wel eens gesproken over dat dit gebied het meeste verdient per vierkante meter. Wat bedoelen ze daar eigenlijk mee? Nou ja, ik denk dat door de komst van een ABN AMRO, maar ook ING en de bedrijven die hier al gevestigd zijn, dat dit misschien wel naast de Zuidas als zakelijk hart wellicht de vierkante kilometer is waar op dit moment het meest verdiend wordt of gaat worden. En wat is dan voor zo'n wat is voor een bedrijf in zijn algemeenheid de reden om zich te vestigen in Zuidoost? Daar ben ik een beetje benieuwd naar, maar dat kunnen we ook straks een beetje aan tafel behandelen. Maar waarom wil Certitudo zich vestigen in Zuidoost? Nou, vestigen we de aanwezigheid van Certitudo is ingegeven door de kansen die dit gebied biedt op het ontwikkelen en realiseren van appartementencomplexen, een kantoorgebouw en aan de andere kant van de A9 ook kantoren. Dus echt het vernieuwen en het toevoegen van die functies in dit gebied, rondom het Hondsrugpark en aan de andere kant van de A9. En bouwen jullie alleen maar woningen of bouwen jullie ook kantoorruimtes? Nee, we bouwen een tweetal kantoorgebouwen, waaronder Amstel Next. Dat zie je hier ook op de afbeelding. Ja?
Het is een nieuw gebouw, ongeveer 10.000 vierkante meter. En we bouwen ongeveer zo'n 1700 appartementen de komende 5 jaar. Dus hier zie je goed het kantoorgebouw Amstel Next, wat we nu gaan realiseren per maart, april volgend jaar. Ik was even benieuwd ook, hè, welke ontwikkelaars zijn eigenlijk bezig rondom dat Hondrugpark? Nou, Vastint, het project Spot met Amvest. Vastint doet Ruby Gardens, dat is schuin tegenover de bestaande IKEA. Ja. Certitudo Capital en nog een aantal kleinere ontwikkelaars, waaronder Green Tree Properties, Synchroon met de Alliantie. Ensemble, Wooden City. Bonam. Dat is best wel een clubje aan ontwikkelaars. Zeker. En als we kijken naar het gebied, voor zij die er niet vaak komen, wat zijn een beetje de parels qua ondernemers, qua bedrijven die in dat gebied zitten? Nou ja, je hebt medische partijen als een Stryker, Amex, Adidas, Brand New Day, ABN AMRO, ING, volop tot aan Deutsche Bank aan toe. Dus het is een veelal diverse partijen. Ja. En als we kijken naar de ontwikkelingen van de Hondsrugpark, welke projecten komen eigenlijk daaromheen? Zijn dat de projecten die je net ook al een beetje noemde? Ja, zeker. Zoals je hier ook kan zien op de afbeelding die de kijkers wellicht ook thuis zien, is Ruby Gardens, Casp, Brisk en Amsterdam, is van ook van Certitudo Capital, Spot. Het zijn eigenlijk allemaal centraal gelegen rondom en aan het Hondsrugpark. Okay. Dus je hoort best wel veel over zeggen dat er gebouwd wordt. Er zijn al heel veel grote ondernemers gevestigd. Het moment dat jullie gaan bouwen, zijn er ook grote bedrijven waar je al zicht op hebt die dan ook in dat gebied zich gaan vestigen? Komen bedrijven terug? Of raken we heel veel bedrijven kwijt? Wat is een beetje het gevoel daar? Ik denk dat doordat er nieuwe kantoorgebouwen worden gebouwd, er wellicht ook, of ik denk wel met zekerheid, kantoorgebruikers die al in Amsterdam gevestigd zijn of nog niet, ook naar dit stadsdeel worden getrokken vanwege de voorzieningen die het nu al heeft en het eigenlijk alleen maar kan gaan bieden in de toekomst. Zoals het Hondsrugpark, maar ook de Amsterdamse Poort. En natuurlijk de Ziggo Dome, Arena, noem het allemaal maar op. Te veel om op te noemen. Volop kansen. Saskia, even een vraag voor jou. Als je al die plannen, al die ruimtelijke plannen ziet, zie je ook kansen voor lokale ondernemers om zich daar in het gebied te vestigen? Ja, zeker. Kijk, mijn rol is dus, het gaat vooral over plinten in dit geval, de onderste laag van een gebouw, een kantoorgebouw of een woongebouw. Een plint bepaalt eigenlijk hoe je je voelt op straat, is maar 10% van het gebouw. Maar bepaalt eigenlijk voor 90% hoe je je voelt in zo'n gebied. En lokale ondernemers zijn in dit gebied hartstikke belangrijk, omdat we heel erg aan het zoeken zijn hoe de nieuwe ontwikkelingen in Zuidoost er eigenlijk voor kunnen zorgen dat daar de identiteit en de kracht van Zuidoost ook gevoeld wordt. Het karakter van Zuidoost is best heel bijzonder en is anders dan in elke andere plek in Amsterdam. En wat je wil voelen is als je in Amstel 3 of in Hondsrugpark loopt, dat je niet ergens bent in, en ik hoop niet dat ik iemand beledig, maar ergens in Purmerend of Leidse Rijn, maar dat je echt in Zuidoost bent. Ja. Dus ik denk dat lokale ondernemers kunnen die smaak echt gaan toevoegen aan dit gebied. En hoe je bent ook bezig in dit gebied, hè? En hoe kijk je naar de ondernemers die daar nu gevestigd zijn? Nou ja, wij zitten nu zelf, hè? Ik werk onder de vlag van Zuidoost City. Dat is een publiek-private samenwerking. Wij hebben eigenlijk net ons onderkomen gevonden in TEM, de Extra Mile heet dat. Dat is eigenlijk een gebouw van Certitudo dat tijdelijk in gebruik is. En daar zitten wij met alleen maar startende ondernemers uit dit gebied. En naast ons zit Prospect 11, dat ken jij goed, daar ben jij van. Dat zijn ook allemaal startende ondernemers. Achter ons Lola B. Van Simon. Dus we zitten eigenlijk in een gebied waar heel veel lokale ondernemers nu bezig zijn en eigenlijk daar al een soort van aan het placemaken zijn. Hè. Zij voegen nu al waarde toe aan dit gebied. Door die lokale ondernemers voel je van, hey, dit is hier allemaal mogelijk.
Dus ja, het is een streven dat, en een wens ook dat die lokale ondernemers ook in de uiteindelijke situatie een plek kunnen gaan vinden. Is dat ook iets waar jullie op aan het inzetten zijn om ook te kijken van hoe is het mogelijk om ze eigenlijk mee te trekken in de tijd? Want het gaat nog wel een tijdje duren voordat echt af is. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je ze wel ook in die periode dan mee kan krijgen? Zijn jullie daarmee bezig? Ja. Ja. Zwaar? Ja, nou ja, kijk, ik vertelde net dat ik kwartiermaker ben. Hè, dus het betekent ook een beetje, hè, we moeten een beetje voor de troepen uit. Ondertussen fungeer ik eigenlijk als een soort oliemannetje of vrouwtje tussen de gemeente en de ontwikkelaars. Van ja, hoe kan je dat nou gezamenlijk voor elkaar gaan krijgen? Dat je en de goede mix van deze voorzieningen krijgt, maar ook de goede mix van ondernemers en ook lokale ondernemers daarin. En er wordt vaak gezegd dat de prijzen te hoog zijn voor startende ondernemers in zo'n gebied, in de plinten. En we zijn aan het kijken en in gesprek met de gemeente, met de ontwikkelaars, met de ondernemers, om te kijken van ja, hoe kunnen we toch op deze dit toch voor elkaar gaan krijgen. Want het zou natuurlijk heel jammer zijn als dat uiteindelijk niet van de grond zou komen. Dankjewel. Simon, wat is de rol van Lola in die tijdelijkheid? Dit is best wel bijzonder. Dus je zit in Amsterdam eigenlijk, er is een broedplaatsenbeleid ontwikkeld. Er zijn al heel veel broedplaatsen die een soort pioniersrol vervullen. Maar broedplaatsen beginnen meestal ook bij 3 of 5 jaar minimaal. Hè? Omdat je hebt ook een bepaalde tijd nodig om een investering terug te verdienen bijvoorbeeld. En hier staan panden leeg, zeg maar, tussen 1 en 3 jaar. Dus er komen oude kantoorgebouwen komen leeg, omdat de bestaande huurder langzaam de contracten beëindigen. En dan is die planvorming vaak nog niet helemaal klaar voor de nieuwe ontwikkelingen. Dus vaak sloopnieuwbouw, soms herstructureren, maar meestal sloopnieuwbouw. En dan zie je dat er, dat is een gat eigenlijk, is frictieleegstand, noemen we dat, tussen de 1 en 3 jaar. En mijn organisatie is eigenlijk opgericht juist om dat gat eigenlijk in te vullen. Dus anders dan de traditionele leegstandsbeheerders of anti-kraakbureaus is er niet 1, 2 paar studenten in een enorm gebouw. Maar proberen we alle ruimte, zeg maar, optimaal te vullen. En wat een heel belangrijk principe van ons is dat we dat heel erg lokaal willen organiseren. Lokaal ingebed. En daarom hebben we ook een lokale kwartiermaker, Rachel, die hopelijk zo meteen nog aanschuift. Rachel Tocromo, gevraagd om voor ons, zeg maar, dat concept te ontwikkelen en de invulling te doen voor die panden. Dus we hebben een aantal locaties. We hebben er al 3 panden ondertussen alweer verlaten. En we hebben er op dit moment 2 in beheer. Of 4 hebben we eigenlijk al verlaten. En dus dat schuift de hele tijd door. En in die tijd kunnen we dus heel betaalbaar. Want het is eigenlijk de tussentijd, zeg maar. Dus we betalen geen huur. Kunnen we dus betaalbaar plekken bieden aan startende ondernemers uit Zuidoost. Ik denk dat 90-95% uit Zuidoost afkomstig is van onze gebruikers. En zie jij ondernemers waarvan je het gevoel hebt van die zouden toch echt wel in de permanente staat terug kunnen of terug moeten komen? Nou, liefst allemaal. Maar het is absoluut. Maar het zijn verschillende categorieën. Dus normale beroepers kijken heel veel naar creatieve ondernemers en kunstenaars. Maar wij kijken breder. Natuurlijk zijn nog steeds heel veel ondernemers komen uit de creatieve sector. Wat me opvalt in Zuidoost, en dat vind ik fascinerend, is dat er echt de creatieve ondernemers ook heel ondernemend zijn hier. Het zijn weinig echt autonome kunstenaars die in een ateliertje zich terugtrekken, maar heel erg ondernemend online platforms oprichten, ook samenwerkingsverbanden aangaan. Dat vind ik echt opvallend. En dus daar zit veel ondernemerschap. Er zijn modemerken, er zijn ook al heel veel bekende, bijzondere modemerken natuurlijk voortgebracht in Zuidoost, maar ook hip-hop labels, van alles. En dat soort ondernemers huisvesten we dus ook. Maar ook een beauty salon, een kapper. Dus ook echt gewoon dienstverleners die straks, die ook een creatieve component hebben, maar die ook wel echt gewoon verzorgende beroepen zijn, die straks ook in de toekomst nodig zijn in dit gebied. En kleine bedrijven en maatschappelijke ondernemers, sociaal ondernemers, stichtingen, die huisvesten we ook. En zie jij al een soort van bewustzijn bij de ondernemer dat ze de tijdelijkheid benutten om zich in de permanente staat goed te kunnen vestigen? Deels wel. Maar je ziet vooral dat bij ons is echt heel laagdrempelig. Dus ik vraag ook wel eens aan ondernemers, waar was je dan 3 jaar geleden? Hè? Toen er eigenlijk dit soort plekken nog niet beschikbaar waren in Zuidoost.
En dan zie je, ja, ik zat bij vrienden op kantoor of ik zat thuis aan de keukentafel. Dus sommigen staan echt aan het begin van hun ondernemerschap nog. En die zie je, dat is een jongen van Plein, een modemerk, die letterlijk door zijn vriendin het huis uitgeduwd is. Ga jij maar bij Lola B een werkplek zoeken? En die ontwikkelt zich razendsnel. Hij heeft een online platform om zijn kleding te verkopen. En zo'n jongen, ja, die zie ik dan uiteindelijk wel doorgroeien naar een definitieve locatie. Hetzelfde geldt inderdaad voor die beauty salon, die ook grote klandizie heeft, ondanks dat er eigenlijk nog geen markt is van bewoners in dit gebied. Want die komen nu pas worden de eerste woonprojecten opgeleverd. Dus er is eigenlijk nog geen markt. En toch zie je hen eigenlijk autonoom al heel veel mensen uit Zuidoost naar dat gebied trekken. En dat heeft natuurlijk ook weer een spin-off, omdat ja, er komen al mensen naar het gebied, die zien ook weer de andere dingen. Ja, dat versterkt elkaar voortdurend. Dus die ondernemerschapsontwikkeling gaat heel snel, maar je ziet wel dat veel nog echt aan het begin zit en nog niet heel erg bezig zijn met de toekomst. Maar ja, wij hopen natuurlijk als ze een paar jaar zitten dat ze zich langzaam verder ontwikkelen. En dan zullen er uiteindelijk ook weer uitstromen of zeggen, ja, het is toch niks voor mij. Dan hebben ze het geprobeerd. Maar ik zie wel echt dat veel ondernemers echt stappen maken. Ja. Mooi. Robert en Saskia, hoe belangrijk vinden jullie eigenlijk partijen zoals Lola voor dit gebied? Wie wat wil zeggen, mag het zeggen. Nou, wij hebben vanuit Certitudo meerdere panden in beheer bij Lola en ook met Prospect 11. Ja, ik denk dat een stukje identiteit vanuit lokaal ondernemerschap, zeker doordat het gebied multifunctioneel wordt, heel erg belangrijk is voor een duurzame bewoonbaarheid van het gebied. Hmm. Dat het gebied, ook op ooghoogte, waar Saskia nou ook mee bezig met de plinten, gewoon ingevuld kan worden door ondernemers die de tijd hebben gehad om daarop voor te sorteren. En dat kan heel goed bij partijen als Prospect 11 en bij Lola. Ja. Dus een soort van bloedplaats. En zijn jullie daar ook voor de vierkante meters die er vrijkomen bij Certitudo ook aan het kijken waar potentiële huurders vandaan zouden kunnen komen? De projecten die we volgend jaar gaan starten met bouwen, die hebben een doorlooptijd van 2, 3, 4 jaar. Ja. Waardoor een jaar van tevoren we gaan kijken welke meters we aan wie kunnen verhuren. Maar nu komen de grote bedrijven eerst voorop met een iets langere horizon. Die met name de kantoorgebouwen met een groot metrage kunnen huren. Ja. En vanuit jouw functie? Ja, kijk, het is volgens mij hartstikke duidelijk hoe belangrijk dat lokale ondernemerschap is in dit gebied. Ik vind wel dat we tot nu toe met z'n allen nog niet heel veel hele slimme, goede dingen hebben bedacht om dit ook echt voor elkaar te krijgen. En ook, je hebt het over de tijdelijkheid. Dit gebied gaat zich natuurlijk gefaseerd ontwikkelen. Met andere woorden, dan wordt de ene gebouw opgeleverd en dan het volgende gebouw en dan het volgende gebouw. Dus je wil dat ook op een goede manier doen, zodat iedereen daar een goede plek in kan vinden. En dat ook elke ontwikkelaar met zijn eigen gebouw goede huurders kan vinden die iets toevoegen aan dat gebied. Dus ja, hoe je dat op een hele slimme manier moet gaan doen, daar zijn we in ieder geval de rol die Zuidoost-City hier ook inneemt, zijn we ontwikkelaars aan het koppelen aan ondernemers. Want het elkaar kennen is ook heel belangrijk. Ja. Je merkt dat op het moment. Kijk, Robert heeft nu geen stropdas om. Maar ontwikkelaars worden toch altijd een beetje gezien als die mannen met die stropdassen die even in het gebied komen om even iets neer te zetten. En startende ondernemers worden vaak gezien als mensen die de huur niet kunnen betalen. Ik bedoel, even heel simpel gezegd. Maar op het moment dat mensen elkaar ontmoeten en zien dat daar allemaal aardige mensen achter zitten. Robert, maar ook de huurders van Simon. Dan krijg je wel een gesprek en dan gaan mensen wel met elkaar nadenken van hoe kunnen we dit nou? Want dit is zo'n ontzettend leuk initiatief of dit is zo'n goede ondernemer. Hoe kunnen we dat nou toch voor elkaar krijgen? En ja, en er wordt wel gesproken over bijvoorbeeld ruimtes die je samen kan huren. Hè, met één grote gemeenschappelijke ruimte. Met allemaal een eigen stukje waar je dan de huur voor betaalt. Zodat het niet zo duur is. Maar als je klanten hebt of je hebt presentaties of je hebt die grotere ruimte nodig. Dat je dat met elkaar kan bekostigen. Dat is een manier
En er wordt soms wel gezegd van, je kan ook zeggen, als de Albert Heijn ergens huurt, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar een grote supermarkt, dan kan misschien de ruimte daarnaast voor wat minder euro's worden verhuurd. Nou, ik weet dat de meeste ontwikkelaars daar niet per se heel enthousiast van worden. Want de huur moet uiteindelijk in zijn totaliteit ook worden opgebracht. Maar ik denk wel dat we, en ik weet niet of er nu mensen zijn die kijken die hier al prachtige concepten hebben bedacht. Dan zou ik denken van ja, neem contact met ons op en dan kunnen we kijken van hoe kunnen we daar toch nog wat slimmer mee omgaan. Ja, en je had het net over de leefbaarheid en de waarde van de plint in dat gebied. In een van de gesprekken die we een tijd geleden hadden met Egbert Fransen van Pakhuis en Zwijger, die had het over de waarde die de plint eigenlijk brengt voor alles wat je daarboven bouwt. Dus dat het over meer dan alleen maar verhuren gaat, maar dat gaat juist ook over identiteit. Wat weer bijdraagt aan de leefbaarheid. En sommige partijen zijn in waarde van wat ze met zich meebrengen. Die cohesie die je graag zou willen hebben, zeker tussen het oude gebied en het nieuwe gebied. Daarvan is hun waarde best wel hoog. Maar hoe meet je dat? Hoe meet je de waarde van de tijdelijkheid of de waarde van lokale identiteit versus de prijs van vierkante meters? Want ik denk dat toch een beetje soort van het vraagstuk is waar we met z'n allen in zitten. De tijdelijkheid, de permanente fase en het willen creëren van een balans in die plint. Nou ja, ik denk dat we de waarde kunnen meten als we de komende 2 jaar, waarbij er een hoop ontwikkeld en gebouwd geworden, ook eens kijken heel concreet welke partijen zouden er door kunnen stromen en daar ook vroegtijdig afspraken over kunnen maken. Waardoor dan meetbaar is, zeg maar, wat er door zou kunnen stromen. Mm. Maar ik denk dat het buiten kijf staat als je zowel de huidige bewoners van en ook de kantoorgebruikers van Zuidoost kan bedienen in voorzieningen, in een plint van een gebouw, waarbij een stukje lokale identiteit ook terugkomt. Mm. En dat versterkt elkaar. Ja. Alleen ja, de komende 2 jaar in het gebied waarbij heel veel gerealiseerd gaat worden, zal er, dat is misschien een uitnodiging aan Saskia, om dat samen concreet te gaan maken. En die partijen concreet aan tafel te zetten. Ja, wij kennen elkaar al wel aardig, maar ik denk dat het tijd wordt om concreet te worden vanuit partijen. Maar ja. dat is ook wel echt interessant, want dat is ook wel heel uniek aan dit gebied, is omdat het een geleidelijke transformatie is. En dus komen gewoon gebouwen tijdelijk leeg te staan. En want ik weet hoe we net kennis maakten, was het echt zo van, nou, laat Lola plekken vinden, maar we kennen elkaar nog niet. Dus dat was een beetje op basis van vertrouwen. Maar nu zie je eigenlijk al, jullie hebben daarna ook Prospect 11 mogelijk gemaakt. Lola bij ook andere locaties. Dus dat vertrouwen, dat groeit steeds meer. En je ziet dat er ook waarde uit voortkomt. Er komt ondernemerschap uit voort. En nou, dus er wordt eigenlijk al heel erg samengewerkt. En nou, dat is eigenlijk al bijzonder. Want normaal als je een nieuwe gebiedsontwikkeling start, dan moet je eigenlijk van begin af aan beginnen. En dan moet dat helemaal opgebouwd worden. En dat kan nu op een hele andere manier. Dus we moeten echt inderdaad verder gaan. Maar ja, kijk, wij vragen dingen. Dus je krijgt ook wel een groot, dus het gat tussen de huurprijs die mensen nu betalen en de uiteindelijke commerciële huurprijs die je in de verre toekomst zou moeten betalen. Nou, daar zou je moeten nadenken over bijvoorbeeld ingroeihuren. Wat voor ons belangrijk bijvoorbeeld is ook de korrelgrootte. Dus hoe groot maak je die ruimte, zeg maar? Nou, dan kunnen inderdaad concepten als een soort bedrijfssamengebouw waar je dus één grote huurder zit die door onderverhuurt aan allerlei kleine ondernemers. Nou, dat soort concepten moeten we nu gaan uitdokteren. Maar het interessante is dat er nu eigenlijk al een gesprek op gang komt. En we ontmoeten elkaar steeds vaker. Dus je ziet ook bijeenkomsten. Nou, en dat leidt ook, ontwikkelaars zien ook van, we willen een stukje stad maken met elkaar. En daar draagt dit in grote mate aan bij. Nou, dus laten we dat mogelijk maken. Dus die ontvankelijkheid is er in ieder geval wel. Ja. Ik krijg een hele mooie vraag ook in de chat. Waarom wordt er niet gekeken naar ondernemers van buiten Zuidoost die samen kunnen werken met ondernemers uit Zuidoost? Denk bijvoorbeeld aan hoogwaardige franchisegevers. Ja. In samenwerking met startende ondernemers. Dat is een hele goeie. Maar ik denk dat we eerst moeten kijken van welke functies zijn er geschikt voor partijen uit Zuidoost. En daarop afstemmen, wat zou er vanuit franchisegevers daarop aan kunnen vullen? Ja.
eerst de behoefte van de het lokale borg. Ja. Ja, het lokale borg. En daarna kijken wat je vanuit franchisegevers of partijen met locaties elders, met expertise. Waarbij we, denk ik, dan de maximaal versterkende factor op kunnen zoeken. Mag ik reageren? Wij ja. krijgen zeg maar best veel vragen van ondernemers die een plek zoeken in Hondsrugpark of in Paasheuvelweggebied of in de rest van Zuidoost. En daar zitten ook best veel franchise-ondernemers bij die Zuidoost al goed kennen. Maar ook franchise-ondernemers die uit Zuidoost komen, maar die in Amsterdam al iets van, weet ik niet, 12 ondernemingen hebben. Dus dat gesprek is wel ook al deels op gang. Oké. Ik krijg weer een hele mooie vraag. Soms ben ik gewoon benieuwd wie die vragen stellen. Ja. Jammer dat ik dat niet kan zien. Maar de DNA van Zuidoost is bepaald door demografie. Zoals dat bijvoorbeeld in Amsterdam-West is. Deze demografie is gebaseerd op collectivisme. Het wijkcultuur. Traditioneel gezien zijn vastgoedontwikkelaars heel erg individualistisch. Hoe gaat dat synchroon werken? Tja. Dat is een hele goede vraag. Ik ben niet vaak stil, maar... ja, kijk, ik denk niet dat je er hier aan ontkomt als ontwikkelaar met een bepaalde missie. De kantoorgebouwen, maar ook de woongebouwen kan laten aansluiten op een bepaald wijkgevoel. Mm. Dus met de beelden die je hier al op het scherm ziet, sluiten we daar ook al wel maximaal op aan. Dus het is van dat hele, van dat individualistische plakkertje wat ik zojuist opgespeld heb gekregen, is al in mijn beleving niet echt sprake. Want de integrale samenwerking, ook tussen partijen en aan het Hondsrugpark met de gemeente, maakt al dat dat plakkertje wat ik dat komt al wel aardig te vervallen. En als ik daar toch eventjes wat dieper op inga, je kan spreken vanuit vanuit individualisme als in mijn organisatie. Je kan ook spreken vanuit individualisme als in mijn sector, hè, dus wij ontwikkelaars. En als je nou kijkt, het wij ontwikkelaars versus de gemeenschap waar je op aansluit, hè. Die synergie tussen ondernemers, bewoners en ontwikkelaar in de fase waarbij je eigenlijk nog helemaal geen gebouw hebt, maar het zijn nog alleen maar ideeën, gewoon zijn dingen op papier. Is dat niet moeilijk om dat samen te brengen? Om die wijkcultuur waar deze vragensteller over praat, om die al te realiseren zonder dat je überhaupt nog één paal geslagen hebt? Dat is voor zowel een kantoorgebruiker als een bewoner, als een ondernemer in een plint, is dat heel moeilijk voor te stellen. Dus daarom zijn we met marketing bezig en 3D-presentaties. En noem het allemaal maar op, om dat concreet te kunnen vermarkten. Maar wat je toch wel vaak bij ondernemers die in een plint moeten functioneren, daar hebben wij dan gelukkig nog een paar jaar de tijd voor om dat lokale te borgen, waarbij er gedurende de bouw, wanneer er echt iets staat, wanneer het Hondsrugpark dan ook naar verwachting klaar of ik hoop klaar is, dat je een jaar voordat het gebouw er echt staat, dan weet je wat echt die behoefte is. Wie, wat, waar, land. Ja. Waardoor je dat optimaal op elkaar kan afstemmen. Zodat je geen twee drogisterijen bij wijze van spreken naast elkaar hebt. Nee, en Angelo, ik heb toevallig, jullie hebben dat vast ook gezien bij de VPRO, de documentaire BIMS in de Lobby. Ja. Het is prachtig. En volgens mij moet iedereen daarnaar gaan kijken. Maar zo'n lobby met zo'n meneer erin, een conciërge die in gesprek gaat met de mensen in het gebied. Ik zou eigenlijk gewoon, we zouden eigenlijk dat moeten hebben in Hondsrugpark. Ergens in de plint die er nu al is. Waar iedereen naar binnen kan lopen, waar de conciërge in dit geval de vraag kan stellen. Waarom ben je hier? Wat vind je ervan? Wat zou voor jou nou de ultieme hoe zou het er voor jou uit moeten zien? Hij had een spiegel waar mensen in moeten kijken. Hoe verhoud jij je nou tot het gebied? Wat is je rol daarin? Ik dacht van, nou, als je dat zeg maar in zo'n gebiedsontwikkeling mee zou kunnen nemen, dan de mensen spraken daar ook de wens uit, hè? Wensen voor de Bijlmer, van Bijlmer, blijf jezelf. Ik dacht van, ja, weet je, dit zijn de dingen die je eigenlijk wilt horen als toch relatieve buitenstaander
in Zuidoost komt, komt ontwikkelen of komt werken. Ja. En zie jij ook een taak voor Lola om... Nou, ik moet zeggen dat ik daar wel op aanga, want dat is eigenlijk ook een belangrijke factor die we in ons project hebben. Dat is de rol zeg maar, van de kwartiermaker. Dat is echt het oliemannetje in onze projecten. Dus je ziet heel veel beroepplaatsen die hebben die rol ook niet. En, en dan zie je dat mensen toch terugtrekken in hun eigen ruimtes. En Rachel en haar team die gaan heel erg actief die verbinding aan tussen de gebruikers onderling. Die voeren continu gesprekjes. Die hebben ook een soort open mind. Die kennen Zuidoost in dit geval enorm goed. Dus die weten heel snel linkjes te leggen tussen ondernemers. Dat stimuleert ook het ondernemerschap, de ondernemerschapsontwikkeling. Maar het stimuleert de programmering. Er zijn allerlei activiteiten op onze locaties. En ze leren heel snel de buurt en alle stakeholders kennen. En ja, we hebben al een keer meegedaan bijvoorbeeld met gebiedsontwikkelaars in tenderontwikkeling. En hebben dit ook echt geadviseerd bij nieuwe gebiedsontwikkeling. En vroeger had je dus, eigenlijk bij elk huurpand heb je natuurlijk een conciërge die lampjes vervangt en deuren opent als iemand buitengesloten zit. Nou, waarom zou je niet ook sociaal beheer of een community manager in zo'n project integreren? Want die kunnen echt die rol vervullen van oliemannetje verbinder. Ja. De naam is al een paar keer gevallen, dus ik ga er even aan tafel roepen, want ze is er. Rachel de Cromo. Fijn. Ja. Ja. Ben je met elkaar in gesprek in de Zoom en zo is ze gewoon even naar de studio gekomen voor een fijner, meer intiem gesprek. Dat vind ik super. Bedankt dat je gekomen bent. Even een kleine introductie van jezelf en daarna duiken we gelijk in allerlei vragen die ik voor je heb. Ik heb vele titels, dus ik hou het bij mijn kwartiermakerschap bij Lola B nu. In 2018 ben ik gevraagd door Simon om één pand te gaan beheren in het Amstel 3 gebied. En dat werd heel gauw 3 panden. En dat zijn we nu eigenlijk de afgelopen 3 jaren aan het doen. In totaal hebben we 5 panden mogen beheren. Tot wel 100 plus ondernemers, startende ondernemers, maatschappelijke initiatieven, makers plek kunnen geven om te bedenken, maken, maar ook om te presenteren. En mijn rol daarin is het aanjagen, het beheren, het maken, het verzorgen, het schoonmaken. En ook vooral de lobby en in gesprek gaan met de projectontwikkelaars, de gemeente. Om te kijken hoe we inderdaad dus lokale ondernemerschap, maar ook lokale bewoners in dit gebied permanent kunnen krijgen op een gegeven moment. Dankjewel. Ik moet trouwens zeggen, van de dames hebben echt super fleurig aan. Misschien een kleine notitie voor ons, heren, voor de volgende keer. Ja. Maar daarentegen zijn ze ook allemaal degene die voor de troepen vooruit lopen. Allebei de kwartiermakers. Ik zou graag de volgende vraag bij jou willen neerleggen. Je komt uit Zuidoost, je kent Zuidoost heel goed. Een gebied waar alles al gebeurde. Vooral aan de bewoonde kant van Zuidoost, zoals wij dat dan kennen. En in ene kom je in een gebied niet zozeer blanco, maar eigenlijk identiteitloos, als ik het zo een beetje overdreven mag zeggen. En je hebt het eerste pand in dit gebied mogen ontwikkelen. Moet ik even goed nadenken of ik dat goed zeg. Heesterveld zat op de rand, hè? Heesterveld was op het randje. Natuurlijk carte blanche. Saskia Beers was er ook al redelijk vroeg bij. Ja. Maar zeg, de eerste vanuit de culturele, creatieve kant. Met wortels echt in Zuidoost. Met bewoners, of eigenlijk ondernemers die tot dat moment niet heel snel in dit gebied een kans zouden kunnen krijgen. Hoe is dat om zo'n gebied wat eigenlijk ontgonnen is voor ons dan, hè? Je komt hier alleen maar een keer voor de IKEA en dan ga je weer terug. Om daarmee aan de slag te gaan. Hoe heb je het ervaren? In 2018 was ik eerder al wel in het gebied
bezig. Ik was toen met Vinger.nl, hebben we toen ook een pand tijdelijk mogen gebruiken om een kunstproject te ontwikkelen. En daar hebben we 6 weken een show gemaakt. En het idee was daar ook om te kijken hoe we de mensen die in het gebied werken en lokale bewoners zeg maar met elkaar in gesprek konden krijgen. Maar wat ik eigenlijk daar zag is dat de mensen kwamen letterlijk parkeren die in het gebied werken en gingen daarna meteen weer naar huis. Ook al waren we daar aanwezig elke dag van 8 uur 's ochtends tot diep in de avond met gratis eten, drinken, programma, muziek en van alles, was het heel moeilijk om de mensen die er werken binnen bij ons te krijgen. Dus met die informatie ben ik ook begonnen met de panden. En het doel, mijn eerste doel was om in ieder geval de lokale ondernemers en bewoners op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen. Want ik bewoog dus daar al een jaar met dus verschillende kunstprojecten. Maar als ik dan in de buurt weer kwam en met mijn buurman sprak of gewoon in de buurt, dan ja, wisten mensen niet dat daar iets ging gebeuren. Of dat er 40.000 woningen komen. Dus voor mij was het echt belangrijk om een plek te creëren waarbij we echt de mensen fysiek over de grens in het gebied konden krijgen. Dus het was echt op zoek gaan naar mensen die hun werk inzetten om zeg maar dat in en uit die spark zeg maar aan te zetten. Ja, en ik kan me herinneren de eerste periode. Toen waren er heel veel rond de tafel gesprekken en iedere keer kwam jij het verhaal doen. Want ja, je was natuurlijk een van de eerste. Dus ja. Iedereen zat rondom jou te kijken. Nou, okay, wat gebeurt er allemaal? En we hebben het net even gehad over die dynamiek tussen groepen. Mm-hmm. En het is al heel moeilijk, hè, om die synergie te vinden tussen mensen met totaal andere belangen, andere wensen, andere visies. En jij zit daar dan samen met Simon zit je daar tussen. En heb je eigenlijk een taak om ja, iedere keer informatie over en weer te brengen. Heb je het gevoel dat je veel mee hebt kunnen geven aan de ontwikkelaars, maar ook veel mee hebt kunnen geven aan hoe de ondernemers hun kansen kunnen vergroten? Dat vind ik echt een moeilijke vraag, want ja, je bent zoveel in gesprek, dus in a way komt er iets over aan beide kanten. Ik denk waar we tegenaan lopen is de idealen versus de realiteit. Dus we willen allemaal heel graag dat die lokale ondernemerschap in de buurt komt, de lokale bewoners. Maar uiteindelijk gaat het ook om geld. En hoe gaan we die plekken realiseren? Hoe gaan die ondernemers zichzelf kunnen voorbereiden om weet ik veel wat voor huurprijs te betalen uiteindelijk. Gaat de gemeente zak met geld neerzetten om die vierkante meters te betalen? Gaan de projectontwikkelaars die plinten beschikbaar stellen? Dus ik heb wel het gevoel dat de gesprekken waardevol zijn. Maar ik denk dat we nu op een punt zijn gekomen dat we echt naar concrete afspraken moeten komen, concrete plannen, want de projecten staan al klaar om uitgevoerd te worden. We hebben Wonam die binnenkort klaar is. We hebben Our Domain die erbij is gekomen. Trinity, Hetteheuvel wordt binnenkort ontwikkeld. Dus we moeten op een gegeven moment met elkaar afspreken wat we gaan doen. Zodat ook de ondernemers zich daarvoor kunnen voorbereiden. Dat zijn financiële middelen. Misschien hun onderneming wat sterker maken. En aan de andere kant moeten we weten, oké, zoveel vierkante meter gaan komen, dus welke organisaties gaan dat beheren of welke personen gaan die beheren? Ja. Je valt met je antwoord midden in. Eigenlijk zijn we helemaal op koers. Dus precies waar we eigenlijk geëindigd zijn. Ik krijg weer een vraag. Weer zo'n mooie vraag. De gentrificatie van Zuidoost lijkt onvermijdelijk. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat er in alles balans blijft voor de huidige bewoners en ondernemers? Hij ligt op tafel. Dus ja, ik denk dat er ook een taak vanuit de ontwikkeling is. En die pakken we ook op door
bewoners, bestaande bewoners uit Zuidoost, een eerste recht van huur te bieden. Dus die kunnen zich inschrijven samen met andere geïnteresseerden, waarbij er mensen met een bestaande woonadres in Zuidoost dan voorrang kunnen krijgen op een woning, waardoor we dus die gentrification tegengaan. Voor startende ondernemers, ja, meld jezelf aan. Doe het rechtstreeks of via Saskia of via Lola of Prospect 11. Kom door met een sterk businessplan en dan kunnen we altijd kijken of je in die plint een toekomst op kan bouwen. Misschien kunnen we ook een voorrangsregeling voor ondernemers uit Zuidoost realiseren. Ik bedoel, waarom niet? Ja, waarom niet? Hij is er voor bewoners, dus misschien ook wel voor ondernemers. Het is nog even een interessant uitzoekwerkje hoe je dat doet. Maar ik begrijp wel een beetje, dit gaat natuurlijk wel heel erg over waar we het net over hadden. Je wil heel erg dat het wel Zuidoost blijft. En dat je dat karakter van Zuidoost en die kracht van Zuidoost benut. Het wordt natuurlijk ook een nieuw gebied. Hè? Dus ik zelf denk ook een beetje aan, hè, door het park, ook een beetje aan Central Park, New York. De identiteit van Zuidoost is pioniersgeest, ondernemend, creatief, innovatief. Maar ook hoogstedelijk. Dus, ja, dus je voelt echt, zeg maar, dat er kan echt, ja, je kan helemaal los in dit gebied. Ja. Maar geld tegelijkertijd is wel altijd een ding. Daar hebben we het natuurlijk ook wel eens eerder over gehad. Maar gentrification gaat heel erg over het wegdrukken van de early adapters, zeg maar, die het wegplaveiden. Dus dat zijn dan Lolabé, Prospect 11, Alter. Ja, dus de creatieven die het leuk maken, die mogen dan uiteindelijk weer weg als de ontwikkeling. Hè? Dus dat is het doembeeld. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat wij als initiatiefnemers ons dus niet slachtoffer moeten voelen, maar echt onderdeel gaan worden van die ontwikkeling. En ik denk ook dat wel ook veranderd is ten opzichte van, pak een beetje 10 jaar geleden of 20 jaar geleden. Dat je ziet dat er gewoon steeds meer zelfvertrouwen is. En waar ik ook mee begon, hè, er zit heel veel ondernemerschap bij die jongens in Zuidoost. Dat heb ik in andere stadsdelen niet zo meegemaakt. We zijn meerdere plekken actief. En dus ik heb er heel veel vertrouwen in dat daar ook dat zij zich ook kunnen doorontwikkelen en ook een soort propositie kunnen bieden voor die ontwikkelaars. En dan is het inderdaad niet die commerciële huurprijs in het begin, maar wel zoveel meerwaarde bieden dat ook de ontwikkelaars eigenlijk daar niet omheen kunnen. Ja. En dat zie je eigenlijk nu al een beetje gebeuren. Dus ik denk dat we ze al bijna bij de lurven hebben. Maar dus er moet een klein stap gemaakt worden. Daar hebben we wat instrumentarium voor nodig waar de gemeente misschien kan helpen. Maar ik denk dat we daar al heel ver in zijn. En dus er is perspectief. En bovendien, deze ontwikkeling duurt natuurlijk ook nog 20 jaar. Hè? Dus er zijn 20 jaar lang zijn er tijdelijke projecten beschikbaar. En kunnen we ons laten zien en ondernemers zich doorontwikkelen en nieuwe ondernemers zich melden. En hopelijk stromen dan ondernemers van onze panden uiteindelijk uit naar de nieuw te bouwen ontwikkelingen, plinten. Dat is het ideaalplaatje. Dus dat je een soort organische groei krijgt waarin Zuidoost meegenomen wordt. Ja, wat ik zelf een beetje spannend vind daarin is dat er geen ruimte op een gegeven moment is meer voor maatschappelijke initiatieven, startende ondernemers en ondernemers die er gewoon voor kiezen om iets te doen naast dat zij in loondienst zijn. Dus we hebben het heel vaak gehad over dat we plinten willen gaan ontwikkelen waarin er een doorgroeimodel kan zijn, waarin je met een tarief start en dan doorgroeit naar commercieel. Daarin moet er nog steeds een waaier zijn aan tarieven voor ondernemers die ervoor kiezen om maatschappelijk te blijven of het te doen omdat ze het leuk vinden. En dat het ook belangrijk is om een goede kwaliteit van leven te hebben, om dingen te doen die je leuk vindt. En ik ben een beetje bang dat het uiteindelijk gaat groeien naar dat we heel goed beginnen met maatschappelijke tarieven en plinten. En dat het over 15 jaar gewoon keiharde commerciële prijzen worden. Nee, ik, want het zijn natuurlijk ook. Aan de ene kant hebben we over ondernemen. Ik ben ook wel benieuwd naar gewoon werkgelegenheid. Maar voordat we daarin gaan, wil ik eigenlijk weten, zijn er trends op dit moment gaande bij ontwikkelaars die inspelen op de realiteit waarin we nu beland zijn met zeggen vanuit de hele wereld als het gaat over corona. Hè. We praten continu over, er zijn veel meer bedrijven die ook deels thuiswerken. De vraag is, wilt men nog steeds zoveel vierkante meters? Er zijn ook heel veel partijen die leveren, die online thuis bezorgen. Dus
Hebben supermarkten nog steeds zoveel vierkante meters nodig? Zijn er trends gaande bij ontwikkelaars die inspelen op die nieuwe behoeften van misschien wel kleiner, betaalbaarder qua units? Is er een kentering ontstaan in ontwikkelaarswereld? Of is het nog steeds gewoon, we bouwen 400 vierkante meter, 1000 vierkante meter, en we zoeken daar iemand voor die dat gewoon in één keer wilt huren, en dan zijn we heel snel er vanaf? Nou, goede vraag. Ik denk dat we zeker, doordat wij in meerdere posities in Amsterdam-Zuidoost, in Amsterdam 3 hebben ingenomen, en we onttrekken een hoop verouderde kantoorgebouwen, bouwen daar nieuwe, up-to-date, moderne, extreem duurzame kantoorgebouwen voor terug, die beter aansluiten op de toekomstige vraag, maar ook die trend. Bijvoorbeeld met Amstel Next realiseren we een extreem duurzaam kantoorgebouw, wat ook bijvoorbeeld een bepaald type ventilatiesysteem heeft, wat ook uitgezet kan worden, waarbij de ramen weer opengezet kunnen worden, waardoor je maximaal inspeelt op een trend die nu gaande is. Waarbij we ook de plint invullen middels een horecapartij die ook buiten kantoortijden geopend is. Wat weer bijdraagt aan de leefbaarheid van het gebied. Ja. Dus geen dode plinten na 5-6 uur 's avonds. Maar ja. Flexibiliteit is volgens mij een woord. Hè? Dat wordt natuurlijk de hele tijd door iedereen gebruikt. Maar dat is wat je nodig hebt. Hè? Ja. Dat je een ruimte klein kan inzetten, maar door een hele kleine ingreep ook groter kan verhuren, doordat er twee deuren in zitten, simpel gezegd. Hè? En als jij een kaasboertje bent, dan wil je misschien een klein of laag plafond. Terwijl als jij een sneakerwinkel bent en je wilt een wat andere uitstraling, dan wil je een hoog plafond. Dus je zou eigenlijk heel erg moeten kijken hoe je die ruimtes flexibel kan bouwen. Nou, dat is een best wel ingewikkelde opgave natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat ontwikkelaars best wel flexibel zijn. Ik denk dat je ook moet kijken naar hoe flexibel het beleid van de gemeente Amsterdam ingezet kan worden. Er zijn natuurlijk nu nog heel veel manieren waarop je eigenlijk allemaal dingen niet mag. Hm. Als het gaat over blurring, van hoe kan je dingen met elkaar combineren? Nou, dat mag dan eigenlijk niet. Detailhandelsbeleid is best wel strikt. Want je moet er wel niet voor zorgen dat je kannibalisme ten opzichte van de Amsterdamse poorten wel. Dus je wilt een onderscheidend karakter. Maar ondertussen moet het allemaal wel gaan blijven lopen. Dus een beetje flexibiliteit zou ook vanaf zeg maar, de beleidsmatige kant wel heel prettig zijn. En welke rol speelt de gemeente hier eigenlijk in als het gaat over Zuidoost? In welke positie kiezen zij? Nou, de mensen met wie ik te maken heb bij de gemeente Amsterdam, die zijn allemaal bereid om heel erg te gaan zoeken naar waar zit de grens en hoe kunnen we dat goed oprekken. We hebben het altijd over het team van Ellen Nieuweboer en Tamara Smit zit daarin. En die zijn echt van, jongens, laten we kijken of we pilots in dit gebied kunnen uitrollen. Dus op een iets andere manier toch kunnen gaan kijken wat er mogelijk is. Ook al is dat misschien ook in de tijdelijkheid. Het stadsdeelbestuur van het stadsdeel heeft ook gezegd, daar willen we heel graag meekijken van als dat nodig is, hoe kunnen we dat dan voor elkaar krijgen? Ik weet toevallig dat Zetitudo met een aantal ondernemers bezig is waardoor het door het beleid eigenlijk een beetje onmogelijk wordt gemaakt om ze te huisvesten. En daar wordt enorm aan gewerkt om dat wel mogelijk te maken. Oké. Ondernemerschap. Dat is nog steeds best wel een groot vraagstuk. Maar ik moet wel zeggen, ik heb het gevoel, maar misschien heb ik het mis, maar Simon, jij zou dat misschien kunnen beamen, dat er in dit gebied toch meer gekeken wordt naar de gevoeligheid van de ontwikkelaar met een rap tempo versus de lokale ondernemers die mee willen. Als ik dat nou afleg tegen bijvoorbeeld andere stadsdelen waar ook grootschalig vernieuwd is. Ik merk wel verschil, ja. Maar het is ook in verschillende tijd. Hè. Dus men leert ook. Hè. En de druk wordt ook groter. Hè. Dus de druk op de ruimte is groot. Dus er zijn ook, dat zie je ook bij Pakkenswijgen of hier met Nieuwe Metropolis, dat er ook heel veel geklaagd wordt over gentrification processen. Dus iedereen is er een beetje beducht op, ook de ontwikkelaars. En dat vind ik wel een positieve ontwikkeling, dat de ontwikkelaars wel echt aan het veranderen zijn. Je ziet het ook bij gebiedsontwikkelingen, dat wordt veel integraler gekeken. Je ziet dat ontwikkelaars ook nieuwe mensen in dienst nemen die ook kijken naar voorzieningen en niet alleen maar naar het wonen bijvoorbeeld. Dus ik ben daar eigenlijk best wel optimistisch over. Ik vind dat de creatieven, de ondernemers, de initiatiefnemers,
daar ook zelfvertrouwen in moeten nemen en ook die positie eigenlijk in moeten nemen eigenlijk ook. Omdat uiteindelijk denk ik ook dat we nodig zijn, letterlijk. Ik had vandaag een gesprek over Lelystad en Almere gaan we bespreken. Omdat ja, je ziet dat er gewoon heel veel leegstand en mogelijkheden om iets te doen. En er zijn heel veel lokale, jonge, creatieve ondernemers die echt ruimte zoeken. Dus er is heel veel markt. Er is nog een klein mismatch tussen inderdaad vraag en aanbod. En die proberen we hier te slechten. En ik zie hier echt potentie. Maar dat heeft ook, zoals ik al zei, heel veel te maken met die bestaande bebouwing. En ja, dus unieke positie. Er wordt heel veel gebouwd, maar er is ook nog heel veel. En bestaande bebouwing. En dat biedt gaten, ruimte om iets te doen. Het enige minpunt is dat de gemeente zelf heel weinig grond heeft en positie om te sturen. Dus dat moet op andere niveaus, zoals erfpacht of inderdaad een plintregisseur. Nou, op die manier kan de gemeente natuurlijk ook een invloed aanwenden. Oké. We gaan even over naar werken in dit gebied. Ik kan me herinneren dat er een periode was dat als er een bedrijf zich vestigde in Amsterdam-Zuidoost, dat we dan via social media van het dagelijks bestuur dan te horen kregen van Citroën heeft zich gevestigd in Zuidoost. Dit betekent baankansen. Hè? Hetzelfde hebben we gehad met Arena, hetzelfde gehad met Ziggo, AFAS. Praten over toch wel het grootste uitgaanscentrum in Nederland. Werkgelegenheid. We hebben wel eens momenten dat er 100.000 mensen in dit gebied heen en weer bewegen. Tussen de toppers en een film bij Pathé en een ander concert weer in de Ziggo. En eigenlijk een x-aantal jaar later spreken we nog steeds over een grote werkeloosheid in Zuidoost. Nu gaan we een deel erbij bouwen. Er komen woningen bij, er komen ondernemers bij. We hebben het gehad over voorrangsregeling voor wonen. We hebben het gehad over een wie weet voorrangsregeling voor ondernemers. Welke taak leggen we bij de grote partijen, de grote ondernemers in dit gebied als het gaat over dat ze zich hier vestigen versus bijvoorbeeld het masterplan, wat ook een belangrijk iets is waar we met z'n allen hebben gezegd, we staan erachter. Welke mogelijkheid hebben eigenlijk ontwikkelaars, maar ook kwartiermakers, gemeenten, partijen in de tijdelijkheid, om daar ook een rol in te spelen? Het genereren van werkgelegenheid bij partijen die van deze mooie nieuwe ontwikkelingen dankbaar gebruik willen maken voor een gebied wat tot een x-aantal jaar geleden niet echt super populair was, maar nu bruist en bloeit. Naast de snelweg, naast de metrolijn. Een gigantisch interessant gebied om je te vestigen. Stellen we ook eisen dat er ook kansen komen voor mensen om er te mogen werken? Zijn we ook bezig om ervoor te zorgen dat die verantwoordelijkheid die we heel duidelijk bij de ontwikkelaar neerleggen, die we hopen dat de broedplaats in de tijdelijkheid, dat ook allemaal zeggen die lokale activaties realiseren. Leggen we ook een gedeelte verantwoordelijkheid bij die grote bedrijven? En dan even niet meenemen dat nu corona is en dat ze het allemaal even zwaar hebben. Dus nee, ik snap dat wel, maar met een blik op de toekomst. Maar we hebben vanmiddag is hier aan deze tafel een convenant ondertekend met ABN AMRO, sociaal convenant. Waarin zij aangeven stageplekken, werkplekken, zich in te gaan zetten, zeg maar, als nieuwe vestiger in het gebied. Om juist hierin de verbinding te gaan zoeken. Omdat zij zich ook realiseren dat, nou wat jij zegt, hè, de meeste euro's worden hier verdiend aan deze kant van het spoor, hè, even zo gezegd. En aan de andere kant wonen mensen die het heel zwaar hebben en nou ja, hier niet kunnen werken. Dat is heel vreemd op zo'n hele korte afstand. Het masterplan heeft samen met Zuidoost City de Golden 12 verleid tot het tekenen van een convenant, waarin zij hebben aangegeven zich te willen inzetten voor de verdere ontwikkeling van Zuidoost. En daarmee ook invulling gaan geven aan dit vraagstuk. Okay. En ik weet hè, dat een heleboel mensen hier cynisch over zijn, omdat het natuurlijk al heel vaak is geprobeerd en is gezegd. Dus ook hier is het wel zo, dit moet wel ook echt nu goed uitgewerkt worden. En ik denk ook wel dat mensen in Zuidoost zoiets hebben van, nou eerst maar zien dan geloven.
lijkt mij ook terecht. Dus dat is wat er de komende periode moet gaan blijken. Maar goed, ik heb er wel veel vertrouwen in. Ik heb echt het idee dat mensen zich ontzettend goed realiseren wat hier gaande is. En welke kansen er liggen voor bedrijven en bewoners samen. Ja. Ik ga even advocaat van de duivel spelen. Ik heb de vraag niet in mijn lijst, maar wel in mijn hoofd. Die komt in ene naar boven. Er is wettelijk niets wat bedrijven kan dwingen en wat ontwikkelaars kan dwingen om zich te houden aan ons gezamenlijke focus. Iedereen doet mee toch redelijk uit vrije wil. Nu, als ik op straat zo luister, heb je mensen die zoiets hebben van ja, maar zodra zij echt mogen bouwen, zodra die eerste paal erin zit, of zodra ze hun contract hebben getekend voor een mooi pand en ze echt kunnen gaan ondernemen, hè, dan heb ik het over die grotere bedrijven, heb je eigenlijk helemaal geen stok achter de deur om ze te dwingen tot datgene wat we met z'n allen zouden willen. Die geluiden hoor je. En die voel je ook. Want je voelt ook dat mensen met aan de ene kant met blijdschap naar de ontwikkelingen kijken, maar aan de andere kant met angst van ja, straks stonden we erbij en keken we erna en hebben ze gewoon voor onze neus een nieuw deel stad gebouwd en mogen wij van afstand mogen we ernaar kijken. Wat kunnen we doen met z'n allen om te zeggen, nee, maar dat gaat niet zomaar gebeuren. Kan misschien wel wettelijk gezien, maar het gaat niet zomaar gebeuren. Hoe zijn die gesprekken bij ontwikkelaars onderling? Of hoe zijn die gesprekken met de gemeente dat niet gebeurt? Nou ja, allereerst, wij hebben ons zelf verenigd samen met de ontwikkelaars aan het Hondsrugpark in Stichting Hondsrugpark. Dus gezamenlijk ook een inschrijvingswebsite geopend waarbij geïnteresseerden zich voor woningen met name op dit moment in kunnen schrijven, waardoor we juist de bewoners van Zuidoost aan de andere kant van het spoor ook echt die toegang kunnen bieden. Nou, daar is de CARSP, die nu als eerste echt opgeleverd gaat worden, denk ik wel bewijs van. Ik denk dat een substantieel deel van de huurders daar uit Zuidoost komt. Ik hoop het in ieder geval van harte. Ja. Aan de aanmeldingen ligt het in ieder geval niet. maar het is misschien ook een... Een vraag naar de bestaande bewoners. Ja, de komende 3, 4, 5 jaar of de komende 10 jaar wordt het gebied getransformeerd. Dus je hebt een aantal jaren de tijd om ook proberen, ja, step up the game. Hm. Het kan ook juist de kans zijn op, in plaats van het als een bedreiging te zien naar de toekomst toe. Ik heb ooit iets gebouwd zien worden en nu sta ik er bij een kijker naar. Je zou er ook op kunnen anticiperen om die kans te grijpen en te creëren. Hoe moeilijk dat misschien ook soms is. Met een bepaalde afstand op de arbeidsmarkt of niet. Maar ja, probeer aan te haken. Het is een trein die voor je neus wordt opgetuigd. En de projecten naderen nu allemaal hun laatste fase qua ontwikkeling. En worden volgend jaar of het jaar erop gerealiseerd. En gaandeweg zal dit toekomstbeeld gecreëerd worden, wat we nu op het scherm zien. Dus ja, step up the game en kom door. Als ik even daarop mag aan. We gaan even voor de kijkers bij AT5 gaan we afsluiten. Met de woorden step up your game. Maar dat vraagt ook weer naar een hele nieuwe, soort hele nieuwe uitzending. Voor de kijkers bij AT5, bedankt. Blijf ons volgen. We blijven praten over ontwikkelingen in Zuidoost en nodig je daarbij zeker weer uit voor een volgende keer. En voor de mensen thuis, we zijn er nog steeds. Ja, sorry. Ik moet dit doen. Even een korte uitleg, mensen. Ik ben meestal iemand die een beetje soort van doorvloeit met praten. En dan is het heel moeilijk om dat knipmomentje te creëren die nodig is. Dus dan denken ze iedere keer, die Angelo weer. Hij praat maar door. Dus bij deze. Maar We eindigden met misschien wel de woorden die wel langer mee zullen gaan dan vanavond. Step up your game. Ik onderstreep dat. Maar het heeft ook altijd weer kanttekeningen. En ik denk dat Rachel daarop wilt reageren.
Nee, ik wil in ieder geval aanhaken op wat Saskia net zei. Convenant dat getekend is. Ik denk dat de projectontwikkelaars, de gemeente ook daarin de voortouw moeten nemen. Ik denk dat we in de ontwikkeling naar dat wat we daar zien ook genoeg werkgelegenheid hebben. Er zijn genoeg onderzoeken die gedaan worden. Er zijn genoeg projecten die gestart worden als een probeersel om te kijken wat we uiteindelijk in het gebied willen laten landen. En ik zou daarin graag willen zien dat er toch veel meer beroep wordt gedaan op lokale professionals, lokale organisaties, om deze onderzoeken uit te voeren. Ik zie nog veel te veel dat er organisaties van buitenaf worden ingezet om die onderzoeken uit te voeren in samenwerking met lokale professionals. Ik denk dat we dat moeten uitschakelen en direct bij de source moeten komen. De mensen die weten wat er speelt in de buurt, die een visie ook voor de ontwikkelingen hebben. En ik denk als wij die voorbeeld neerzetten, ja, dan kunnen ook bedrijven die in het gebied landen daarin meelopen. Ja, oké. Dat mag Saskia. Nou ja, ik zat heel even te denken, zeg maar, het Ik heb heel even in Zuidoost gewoond en ik werk hier nu weer. Maar wat je wel heel erg voelt in Zuidoost is, je hoeft ons niet te vertellen hoe het moet of zo. Hè. De mensen in Zuidoost weten prima hoe ze de dingen moeten regelen. En je hoeft niet te vertellen, zeg maar, hoe het moet worden aangepakt. En ik denk dat als je in Zuidoost geen draagvlak hebt, maakt niet uit. Als ondernemer, als ontwikkelaar, als gemeente, dan kom je volgens mij niet zo heel erg ver. Want die gemeenschap is onderling ook super goed, wat zal ik zeggen, georganiseerd zou ik bijna willen zeggen. Hè. Er zijn gewoon mensen die zeggen van, weet je, als hier iemand de boel aan het verknallen is, dan staan we op en dan vertellen we even dat dat niet op die manier hoort. En dan zal die ondernemer dat ook merken. Dus ik denk, zeg maar, dat ook werkt in andere ontwikkelingen, zoals hier in Hondsrugpark. Als je niet dat draagvlak gaat creëren bij de bewoners en niet op een goede manier als ondernemer je gaat verbinden aan het gebied, denk ik dat het ook gewoon voor jezelf ook niet zo heel erg leuk is. Begrijp je wat ik zeg? Ik begrijp wat je bedoelt. Kijk, ik denk dat je op een gegeven moment kan je zeggen, ben ik onderdeel van Zuidoost of ben ik gevestigd in Zuidoost? En ik denk dat twee totaal verschillende dingen zijn. De een kan zijn onderneming best wel gewoon draaien door gevestigd te zijn in Zuidoost. Maar als we kijken waar we met z'n allen heen willen, en ik krijg ook net weer een vraag / reactie uit het publiek, dat armoede echt wel schrijnend is. En dat maar heb ik het niet alleen maar armoede. Ik zie het niet alleen maar als armoede in geld, maar ik zie het ook als kansen. Dat er gewoon weinig kansen toebedeeld worden aan zij die het graag willen. En dat soms de wijze waarop kansen zichtbaar worden gemaakt niet in hetzelfde straatje ligt van waar andere mensen kijken. Hè. Dus dat het niet zozeer een onwil is, maar een disconnect van waar je de kansen plaatst. Maar we hebben ook gemerkt dat die twee werelden heel makkelijk wel naast elkaar kunnen leven. Bedrijven kunnen hier gevestigd zijn zonder dat ze hier iets doen. Maar ik denk dat er ook een soort van moreel appel gedaan moet worden. Van, je kan het wel, maar wil je het werkelijk? Ja. Wil je werkelijk iedere dag ergens naartoe gaan? Uitstappen met je stropdas, koffertje. Eigenlijk voorbij het schrijnende lopen en naar je splinternieuwe gebouw opgeleverd door een van de ontwikkelaars. Wil je dat? Als we kijken naar hoe we geleefd hebben met elkaar in de afgelopen tijd, in zoveel onduidelijkheid en angst in sommige gevallen. Corona heeft toch echt wel ook zijn tol geëist. Ook bij zij die het goed hebben. Dus willen we dat nog? Daarom was ik ook benieuwd van, zijn er nieuwe trends gaande? Zijn er nieuwe manieren van gesprekken die voorheen niet gevoerd werden? Ik zie wel een aantal in dit gebied. Daarom zei ik ook, ik zie meer gesprekken
op verschillende lagen dan in andere gebieden waarvan ik weet dat daar ook ontwikkelingen zijn geweest. Maar hoe borg je het? Maar Angelo, ik werk dus ook voor Zuidoost-City. Wij hebben bijna 250 private partners die aangesloten zijn, die geld betalen om bij te dragen aan de ontwikkeling van Zuidoost. En dat moeten er natuurlijk nog veel meer zijn. En dat kan ook nog op een hele andere manier. Maar wat we daar wel aan het doen zijn, en onze directeur Saskia Bosny is daar ook heel goed in, is om dat bedrijfsleven te verbinden aan de bewoners en de ontwikkelingen in Zuidoost. Ik had gehoord dat ik niet heel hard op de tafel mocht slaan. Ja. Dat wordt nu een beetje emotioneel, zal ik maar zeggen. Maar, dus dat is volgens mij iets wat echt gaande is. Wij spraken vanmiddag nog een ontwikkelaar die zei, als wij nu gaan ontwikkelen in Zuidoost, dan willen we daar het DNA van Zuidoost in meenemen. Want we moeten weten, waar kunnen we op aansluiten? Wat is voor ons, wat vinden de mensen in dit gebied belangrijk? En komen met die vraag ook naar ons toe. We hebben dat prachtige beeldmerk. Ja, ik heb het hier toch nog liggen. Hè. Dit is van Zuidoost-City, maar we hebben het ook voor... voor Zuidoost is het ontworpen door Floor Wesseling. En dit is het wapen van Amsterdam, maar dan gekanteld. En die kruisen betekenen eigenlijk dat Zuidoost is meer dan Amsterdam. In Zuidoost is onderdeel van Amsterdam, maar is nog veel meer dan dat. En dit zijn eigenlijk de plussen van de vooruitgang. En ja, ik weet niet, ik heb zelf heel erg het idee dat besef bij steeds meer bedrijven, maar die ook in Zuidoost komen, die willen ook rondleidingen, die willen graag met hun werknemers door het gebied, niet alleen maar van het station naar de voordeur, of niet alleen maar van de parkeerplaats en weer terug naar de snelweg. Maar willen hun werknemers laten zien in welk gebied zitten we nu eigenlijk en wat gebeurt daar. Ja. Maar dan moeten we oppassen dat de missing link, hè, dus het ontvankelijkheid zijn voor Zuidoost en het kennis laten maken met bewoners, met gebieden en zo. Dus dat zie je inderdaad op. En dat is natuurlijk heel belangrijk dat gebeurt. Maar er moet denk ik heel erg ook goed gekeken worden naar concrete acties in gekoppeld worden. En ik denk dat daar een hele belangrijke rol weggelegd is voor Rachel of een Angelo zelf. Dus voor de goed georganiseerde ondernemer, zeg maar, of verbinders uit Zuidoost. Die dus echt die rol pakken om ook actief die verbinding te gaan leggen en ook concrete afspraken te maken. Anders blijft die connectie vrij blijven. Dus daar moet iets aan verbonden. En ik denk dat daar dus de ondernemende, de verbindende types uit Zuidoost. Ja, volgens mij geldt voor hen vooral step op en maak die verbinding actief. Ja. En zorg ook dat je die opdrachten krijgt. En ik denk die missing link die moet nog gelegd worden. En dat is denk ik de opgave voor de komende jaren, in ieder geval in dit gebied ook. Ik wil afsluiten, maar dat wil ik doen eigenlijk met een vraag. Niet om mensen klem te zetten van waar mogen we je op afrekenen over een paar jaar. Maar wel, met welke missie ga je de komende periode dit gebied in? Daar ben ik gewoon even benieuwd naar. Dus vanuit Certitudo, kijkende naar de tijdelijkheid, met welke missie ga je in dit gebied aan de slag? Nou, dat we samen met The Extra Mile, Lola en Prospect 11... dat lokaalheid borgen door dat gezamenlijk concreet te maken. Dat is de missie voor de komende 2-3 jaar. Dank je wel. Rachel, met welke missie? Uiteindelijk zie ik graag vierkante meters komen voor lokale ondernemerschap, omdat ik zie hoeveel het al heeft gebracht voor de ondernemers, hoe ze zich hebben kunnen ontwikkelen in een korte tijd, maar ook hoe die netwerken met elkaar zeg maar gaan verbinden en mensen ook gewoon realiseren of het wel of niet voor hun is. Het is veel meer dan die ondernemerschap. Ik zie dus graag die vierkante meters komen. Of het nou is dat Lola B die vierkante meters beheert, of Prospect 11 of de Extra Maal. De komende periode wil ik me in ieder geval blijven mengen in het gesprek. In de hoop dat we tot concrete afspraken kunnen komen. Oké. Simon. Ja, bestendig. Hè? Dus wij zijn altijd, Lola is altijd van tijdelijk gebruik. Maar we proberen steeds meer
ja, onze activiteit bestendigd. Het gaat niet om dat wij hier voor eeuwig zitten, dat het zeker niet doen. Het gaat om dat die activiteiten bestendigd worden. En nou ja, dat is dat je eigenlijk de gentrification doorbreekt door bestendigen van al die initiatieven. En nou, dat is de missie natuurlijk. Oké, dankjewel. En Saskia, die op de troepen vooruit loopt. Ja, nee, maar wat kan ik hier nou nog aan toevoegen eigenlijk? Hè? Als het om Hondsrugpark gaat, dan zou mijn wens zijn dat een duurzaam, mooi ontwikkeld gebied is, waar je de kracht van Zuidoost voelt, waar lokale ondernemers een plek hebben gevonden. En waar we dus ook inderdaad concreet, want dat begrijp ik wel dat Rachel dat zegt, dat is wat je, want dit zijn allemaal prachtige woorden, dat er een concreet plek is voor lokaal ondernemerschap. Ja. Ik probeer altijd een soort van resumerend iets achter te laten, maar ik denk dat woorden die wij binnen ons werk heel vaak gebruiken is change is choices. Dus verandering vraagt om keuzes. En dat is soms moeilijk. Want wie voor het een kiest, laat soms het ander liggen. En soms heb je voor iets goeds gekozen, maar heb je over bepaalde dingen heen gekeken. En dus het is moeilijk. Maar door met elkaar te blijven praten, denk ik dat je die voelsprieten in die samenleving die je uit hebt zitten, dat je die altijd onderdeel maakt van de keuzes die je maakt. En daardoor ook inbedt in de veranderingen die dat teweeg brengt. Ik wil iedereen hier aan tafel bedanken. We zijn nog zeker niet uitgesproken, maar ik denk dat we het meer moeten doen dan praten alleen. Het gaat om doen, durven, waarheid. Mensen, dank je wel voor het kijken. Bedankt voor de mooie vragen. Blijf ons volgen. Hoop ik dat een volgende keer wanneer we weer inzoomen op een ander onderdeel van de ontwikkeling van Zuidoost. Fijne avond.